Dag beste kikkers, welkom bij alweer de 24e aflevering van Sassendom TV. Wie gaat een kikje nemen bij de generale repetitie van de carnavalsmis? Het schijnt dat Ans en Batse ook nog een nieuwtje hebben. Nou, ik ben benieuwd. Goedenavond Wiegert, en daar bent u weer in onze mooie Zwolse basiliek. We gaan er eens even met een partijtje oefenen, zou ik u vertellen. Een zangkoortje erbij. En we hebben nog een blaaskapelletje erbij. En ik heb mijn vriend die erbij. Ja, Wiegert, ik ben er ook. Hier is hij dan weer. Mijn en gewoon op tien, hè? En gewoon op iets. En niet verwacht. Een mooi jessie, Jan. Hé, hey, de blitz, hè? En onze Gerrit nog geen jessie. Hoe ken dat? Ja, daar heb ik hem al een paar keer in de leg. Die zit dan weer bij die timmerman om de nekken. Dat is onze penningmeester. Ja. Dus heb je er een bij al. Of het kan zo werken, dat gaat achter de contributie. Maar je hebt wel gezien, hè? Wie bent van Sassendom TV, wie hebben altijd volle werken dan achter de scherm? Wie gewoon dan voor de scherm? Wie geeft een cadeautje aan Sassendom? En wie geeft een cadeautje aan Sassendom? Maar wat dat is, ik denk gewoon dat je op die zondag gewoon moet komen om die kerken. Wie gewoon voorlopig rust even naar binnen, zie wat het wordt. Kijk wat het is. Michel, ga je ook met? Kom maar. Ja, ik ga toch altijd met. Zo. En ik hoop dat ze niet gaan slapen zoals vorig jaar in die missen. Nee, dat gaat niet wel mee. Hoe lijkt me erin dat ze slapen? Nee, ik kijk iets daarvan, hè. Dus, maar we gaan zo even verder kiezen. En wie wacht net voor me, hè? Op het geheimje kunt praten. Het geheimje kunt er zo aan. Hebben denk je wat Hans zei? Ik heb geen flauw idee. Nou en? De bruut. Kalf. Onder nul is het. Zonder gevoel is het. Echt gevoelloos. Harteloos zelfs. Hey, dat is zo leuk hè, tegen de mensen, hè? Zo op beeld. Maar buitenbeeld. Ja, ik wil niet stalken, maar. Wat een prima dom. Nou Wieger, daar zitten we dan in het Sicilia-ruimte van de basiliek. En we dachten van, we halen er eens in wat mensen bij. Om eens even te kijken van wat ze allemaal te vertellen hebben. En laat er nou twee mensen wezen die de oprichters eigenlijk, of de bedenkers bent van, nou, deze carnavalsmis. En dan wil ik eens even beginnen met Gerrie. We kennen elkaar natuurlijk al een paar jaar langer, maar hoe ben je er zo toe gekomen om... Door Jan. Dat is Jan zijn idee om met een carnavalsmis te beginnen. En Jan, ben je zo rooms dat je dacht van... Nee, helemaal niet. Maar ik ben nog van die generatie die nog in militaire diensten zaten. Hè. En ik moest opkomen in Breda. En daar heb ik het geluk gehad om een carnavalsmis mee te maken. En dat wakste behoorlijk van onder de indruk. Ik. En toen op een gegeven moment, nou, dat we zelf met een 72 carnavalsvereniging opgezet hebben, of in 76. En toen ben ik begonnen te lobbyen. Nou, en eindelijk... Net je 98? Ja, zeg, vonden we een pastor die met onze ideeën met wil gewoon... En zo is het kom. En wie was die pastor? Dat Wils was... Kool. Wils Kool? Ja, Wils Kool. Kool, hè? Kool, hè? Wils Kool. Ja, Kool of zo. Of Kool, nee. Wil Kool. Kool. Ja, zie wat, die bent. Ik weet dat. Wij niet ben op de uur. Nog beter. Ja, ik ben ook met die Rooms. Ja, nou, door een weekend. Maar, nou, dan met jullie begonnen. Maar, Gerrie, wat was jouw rol dan? Jan wou niet de hele organisatie, want Jan was al heel druk in bij de Tonnenzotters eigenlijk. Nou, en ik was eigenlijk nog niks bij de Tonnenzotters als gastvrouw. En toen zei Jan, goh, misschien is wat voor jou om dat op te zetten. Nou, toen ben ik met Wils Koolhof, die was de bedenker ook, die voelde zich daar wel wat voor, om dat op te gaan zetten in Zwolle. En toen hebben we de eerste dienst gedaan in de Michelskerk op de Middelweg. En Wils Koolhof was wel heel erg vrij daarin en dat mocht toen ook wel. Want wij wouden altijd al heel graag hier naar onze Lieve Vrouwenkerk, maar dat mocht absoluut niet. Ben jullie toen ook al zo ver gekomen dat jullie een orkest erbij hadden of een kapel? Nee. Nee, nee, dat is allemaal in de loop der jaren is dat allemaal gegroeid. Dus ik in het begin, ja goed, eigenlijk zat alleen nog maar de Tonnenzotters uitgebreid in de kerken. Ja. Buiten de normale kerkgangers om.
Zeg, en geleidelijk aan werd dat meer. En toen sloeg het aan. En goed, en nou blijkt wel dat het is de enige manier om een kerker vol te creëren. Maak er wat leuks van. Nou ja, vol zit altijd wel. Ja, ja. Maar wat was die eerste kapel dan? Waar jullie mee samen gingen in de kerk, in de Muchelkerk? Was dat een gelegen al een kapelle? Of, nee, gewoon het orgel. Ja. Nee, gewoon het orgel en, daar, en het koor, wat er altijd was. Dat was op de orgel? Ja, op de orgel en, ja. Ja, en het koor. En voor de rest niks. Nee. Okay. Want we hebben toen wel eens gevraagd, de knollentrekkers, ja. Maar die voelden daar niks voor. Nee. Die wouden absoluut niet. Dus dit gewoon, nee, wat normale carnavals, of een normale mis was, was zo'n carnavalsmis. Ja. En wat Jan zegt, de eerste mensen waren niet verkleed. En het tweede jaar zag je al gedruppelsgewijs meer verkleede mensen. Nou, en na verloop van tijd alleen maar verkleede mensen. Jan, heb je er nou nog bemoeienissen mee? Of heb je het stokje overgedragen en na mij komt er nog meer? Ja, ik heb het stokje overgedragen. Het zeg niks officieel, maar vind het hartstikke goed. Ik ben trouwe bezoeker. Zeg, en dat bevalt eigenlijk heel goed. En hoeveel jaar al, Gerrie? Want ik zie dat je verschrikkelijk veel boekjes hebt, Leon. Ja, vanaf 1998 was het eerste jaar. Dus dat is tot, snel gerekenen, dat is niet aan 10 jaar. Ja. Jongen. Maar ik heb het voor een paar jaar geleden heb ik het ook weer overgedragen. Omdat ik bij de Tonnenzotters weg ben gegaan, heb ik het overgedragen aan mijn Jan Nijstein. Dus, oké, en dat gaat allemaal opgologisch. Ja. Voorheen had je altijd, moest je naar het kerkelijke jaarboek kijken. En naar aanleiding van het kerkelijk jaarboek gingen we altijd een thema vaststellen. Maar dat begreep ik nog net van Marjan, dat het niet meer zo was. Oké, dus het is nu gewoon themaloos en... Het is niet themaloos, het was Zolse Meloten, ja. Was het nu het thema voor dit jaar. Oké, Zolse Meloten. Ja. Nou, volgens mij staat ieder jaar de Zolse Meloten, dus... Het is ieder Meloten thema. En vorig jaar, weet ik of het nog een thema was? Nou ja, gevangen in, toch wel. Ja, dus elk jaar zit nog wel een thema eraan vast. Oké, nou, dus dan heb je nodig de Zolse Meloten en... Ja. Nou ja... Elk jaar een thema eraan vast geknoopt is. Oké. Altijd. En je hebt hier allemaal mooie foto's liggen. Dat is van door de jaren heen. Ja. Onder andere zoals Bas zelf nog prins was, zijn er foto's van. En ja, en ik heb her en der gewoon... Maar je mag nog, dan moet ik even voor de luisteraars en de kijkers even uitleggen. Ja. Sebas. Batsen. Batsen, gewoon. Voor mij is Sebas. En Batsen zit hier natuurlijk niet alleen, hè. Die wil... Oh, die zit te trappelen vanochtend om ook een vraagje te stellen. Batsen, en nog een mooie vraag. Nou ja, ik heb begrepen, dat is uw vader, hè? Ja, dat heb ze wel gezegd, ja. Maar er zijn nog geen bewijzen van, hoor. Maar dit is inmiddels nou de derde kerk al, hè? Waar we nu zitten. Ja. Maar hoe komt dat zo dan, dat er dus die verschuiving is? De kerken dichtgaan allemaal. Ja, de ontkerking hier in Zwolle. Ja. Het is puur dat er te weinig animo is. Want de kerken bestaat nog wel in Holtenbroek, waar we weer op pauze zitten hebben. Ja. Ja, Muchelkerk wordt nu afgebroken, begreep ik. En de Vrijstenskerk zijn we toen naartoe gegaan. Daar hebben we ook jaren gezeten. Nou, dit is voor het derde jaar dacht dat we nu in deze kerk zitten. Ja. En zoals het koor, ja, dat bent nou allemaal carnavalsvierers. Ja. Maar in het verleden was dat toch een koor van de kerk. Ja, van jou. Ja, grote kerk. Ja. Ging helemaal onder de vlag van de kerk. Het rouw- en trouwkoor van de kerk. Ja. Met de rouw- en trouw, die koors die normaal optreden. Hebben jullie er bewust voor gekozen om dit te doen of is dat noodgedwongen? Vanzelf gegroeid. Dat is denk ik zo vanzelf gegroeid. Ja. We kunnen zelf wel een koor oprichten. Ja. Zo is dat er ontstaan eigenlijk. En toen hebben we ooit eens de Zwolse Polen. Ja. Toen we verschillende kapellen, verschillende kapellen aangeschreven. De Woudigen in. En de Zwolse Polen zei, nou, daar willen wij wel op inhaken. Nou, die doen het nog altijd. Ja. Ja, die doen het al verschillende jaren. Ja, dit is het laatste jaar, hè? Oh, weet ik niet. Laatste jaar dat ze doen? Ja, de hele kapel stopte met. Oh, wat jammer. Zeker, dus. Voor volgend jaar hebben we weer een andere. Dus als de kapel bent, meld u aan. Nou, ik denk dat we weer een heel stuk wijzer in de wereld. Ik vond trouwens dat je net iets Nederlands praten, Gerrie. Ja, normaal ben je ook niet zo. Nee. Ik denk, ja, en dan gok ik erin mee. Hè. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar in ieder geval, hartstikke bedankt. Ik hoop dat de mensen nou een beetje weten van hoe het is ontstaan en waar het is ontstaan. En wie of dan eigenlijk de bedenkers bent. Ja. Want ja, de grootste bedenker is natuurlijk Jan. Dus mag ook een keer zeggen. Ik hoop dat het nog vele jaren stand houden. Ik vind het prachtig als je die versierde kerken ziet. Dus, en wat Jan ook zegt, de kerk bomvol is. Dat is gewoon ook wel onze trots. Ja. Dat we het voor elkaar hebben gekregen. Nou, hartstikke bedankt. Jullie en, succes verder. Nou, dat zal wel lukken, denk ik. Dat giet helemaal goed komen. Zoals en, TV. Of niet? Het is de hoop dat er een kapel is die de volgende jaar in wil stappen. Ah, als ze dit zien. Dat moet wel. Vriendje Bats. Dan staat ze veranderd, denk ik. Oh, oké. Okay. Trappelen. In ieder geval hartstikke bedankt en we maken er weer wat moois van. Genoeg is aan onze zijde. Dank u.